En nou is het geld binnen. Gaat het nou ook echt definitief door? Ja. Ja, ja. Ja zeker. Ja. Initiatiefnemers Claudia de Zeeuw en Nelly Brands kunnen het nog maar nauwelijks bevatten. Maar de veiling die zij zondagavond organiseerden heeft genoeg opgeleverd om ook dit jaar een drijvende ijsbaan in het centrum van Leiden aan te leggen. Ja, we hebben bij elkaar €12.600 opgehaald met deze avond. Ik vond het ook heel spannend, want je hebt geen idee wat mensen gaan doen. Maar het is echt heel goed verlopen. 1, 2, 3, schoppen en lopen! Waarom was het nodig om dit jaar een veiling te organiseren? Ja, omdat er gewoon niet zo heel erg duidelijk was hoeveel geld er zou zijn om die ijsbaan helemaal voor elkaar te krijgen. Het is toch corona. Er waren ook een hoop sponsors afgevallen die toch erg getroffen waren door corona. Dus ja, we dachten nou, we pakken het gewoon op. De ijsbaan komt er dus. De organisatie van de aangrenzende kerstmarkt heeft laten weten dat hun evenement dit jaar niet doorgaat. Ja, dat is wel een beetje gek, maar ik denk dat die ijsbaan is toch nog een veel belangrijker aspect in de stad dan die kerstmarkt. Weet je, die ijsbaan die trekt ook zoveel kinderen en mensen naar de binnenstad, wat ook voor ondernemers gewoon heel goed is. En het is jammer dat die kerstmarkt er niet is, maar dan drinken ze gewoon maar lekker een chocomelletje bij Einstein of bij City Hall. Ook prima. Begrijp je dat er geen kerstmarkt is? Ja, ik begrijp het wel. Het is een rare tijd en het is heel duur om zoiets neer te zetten. En het is ook best wel duur om als ondernemer er weer in te stappen in zo'n chalet. En je weet niet wat het gaat doen, dus ik snap die onzekerheid. En dan is dit duidelijk, hè? Dus alleen ijsbaan, prima. Zijn jullie bang dat er niemand komt als er geen kerstmarkt bij is? Nee, totaal niet, want die ijsbaan is van zichzelf zo'n aantrekkingskracht. En die ligt een maand. En daar hebben zoveel kinderen plezier van in de hele kerstvakantie, maar ook daaromheen. Nee, dat ding is gewoon goud waard. Absoluut.